Jan Slachter heeft een opmerkelijke misstap begaan na een kort telefonisch interview met RTL Boulevard. De bedoeling was om de telefoon op te hangen, maar kennelijk kon hij het rode knopje niet vinden en liet per ongeluk enkele minder vriendelijke woorden vallen, flikker op. Als er tumult is rond een bekende persoon, is Jan Slachter altijd bereid om als barmhartige Samaritaan op te treden. Zijn omroep Max lijkt een toevluchtsoord te zijn geworden voor tv-gezichten in nood. Zelfs Gorde vindt een warm onthaal bij deze omroepbaas. De zanger maakte in december zijn tv-comeback in een kerstconcert van Max nadat zijn overeenkomst met Talpa was verlopen en hij niet mal sprak over zijn voormalige werkgever. Showkenner Aran Beet analyseert de huidige situatie aan de desk van RTL Boulevard. Met Gerard zou wel echt een gouden combi zijn, maar dat zit er echt voorlopig niet in. Gerard Joling heeft geen enkele intentie om nog iets met Gordon te ondernemen, volgens Aran. Gerard is er echt helemaal klaar mee, heb ik gehoord. Dan zou het bij omroep Max moeten kunnen misschien, omdat ik hem samen met Jan Slachter bij Tijd voor Max heb gezien. Daar zaten ze samen aan de bitterballen en de wijn. Aran benadrukt het gebruikelijke gedrag van Jan Slachter in dergelijke situaties. Hij is toch als een soort barmhartige Samaritaan die alle gevallen sterren binnenhaalt? De showkenner onthult een opmerkelijk moment na het interview, hij dacht dat hij had opgehangen. Maar dat was niet zo en toen zei hij, dat was boulevard. Of we in gesprek zijn met koorden. Flikker toch op! Ja, dat was Jan Slachter. Die zit ook lekker in de wedstrijd, hè? Was getekend: Jan Slachter.